welkom bij deze nieuwe video. Het is bijna Valentijn, dus ik ga de nieuwe Valentijn collectie van SheGlam testen. De Modern Love Valentijn collectie van SheGlam. SheGlam is het make-up merk dat te koop is bij Shein. Dus lekker betaalbaar. Ik had deze collectie helemaal over het hoofd gezien, maar een van jullie had mij erover bericht. En toen ben ik gelijk naar Shein gegaan en heb ik gewoon de hele set besteld. Hij is gewoon zo te koop als een hele set, maar alle producten zijn ook gewoon individueel te koop. Ik vind het zo leuk aan SheGlam dat ze ook gewoon altijd sets verkopen van de hele collectie. Dat scheelt je echt weer heel veel geld en is ideaal voor een YouTuber als ik die altijd hele collecties reviewt. Ik ben weer super enthousiast hierover. SheGlam is super goedkoop, maar heeft altijd best wel goede kwaliteit. Of ja, niet altijd. Maar er zitten echt heel vaak wel goede producten bij. Zoals hun cream blushes zijn echt amazing bijvoorbeeld. En ik heb ook vandaag hun cream bronzer op. Ik hou van alles omtrent Valentijn. Ook al ben ik gewoon single, maar dat maakt niet uit. Ik vind gewoon altijd heel mooi rood, roze. Dat zijn echt kleuren waar ik van hou. Zoals je kunt zien heb ik ook weer een roze achtergrond. Een rood shirt. Helemaal klaar voor deze collectie. Dus laten we niet al te veel praten en gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, mijn nagels passen echt perfect bij deze collectie. I love it. Zoals ik net al zei in de intro. Het is dus te koop als een hele set. De hele collectie of individuele producten. Ik heb dus hier gewoon de hele set. Dit is de SheGlam Valentijns collectie Modern Love set. En hij kost 26 euro. En dit is dan de inhoud. Je krijgt een heleboel verschillende Valentijn producten. Nou jongens, de set is slechts 26 euro. Echt super duper betaalbaar. Ik vind echt dat het er heel leuk uitziet. En hierop staat wat er allemaal in zit. Ook hebben we dit hartje erbij. Deze is niet los te koop. Deze ontvang je alleen maar als je de hele set koopt. Laat me hem even openmaken. Ik weet niet eens precies wat het is. Oh, het ruikt heerlijk. Ik denk dat je zo dit kunt ophangen in je auto. Hier voorop staat SheGlam. En dan hierachter wat informatie over deze collectie. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Deze ga ik echt ophangen. Ik vind het echt heel cute. Ja, dit is een limited edition geparfumeerde kaart. Je kunt het overal neerleggen waar je gewoon wilt dat het lekker ruikt. Nogmaals, deze ontvang je alleen maar als je deze hele set koopt. Wat we ook erbij krijgen is echt een mini kwastje. Dit is echt een heel klein oogschaduwkwastje. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Deze ga ik persoonlijk niet gebruiken. Maar ik vind het er wel echt heel cute uitzien. Echt super klein. Ik ga stuk. Oké, laten we gewoon snel gaan beginnen met alle make-up producten. We hebben een lip cream, we hebben eyeliner, een cream blush en we hebben oogschaduw. Ik ga beginnen met het product voor de lippen. Dit is de SheGlam Valentine's Collectie Modern Love Hide and Seek Lip Verzorgingscreme. Dit is dus gewoon een lipbalmpje, een lipcreme. Slechts 3 euro. Super goedkoop. De verpakking is weer heel cute. Alles is helemaal rood en met allemaal van die hartjes. Ik heb mijn lippen al gescrubbed, maar ik heb er nog niks op aangebracht. En ik breng altijd, voordat ik mijn video überhaupt begin, iets van een lipbalmpje aan. Want ik heb best wel droge lippen. Dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Zo heel licht roze. Jongens, ik ga stuk. Die kwast waarvan ik dacht dat een oogschaduwkwast was, is een lipkwast om dit mee aan te brengen. Nou, dat wist ik niet. Maar goed, ik ga het gewoon met mijn vinger aanbrengen. Daarvoor hoef ik niet per se helemaal een kwastje. Het is een beetje glitterig. Het is heel licht roze glitterig. Het heeft best wel veel pigment. Ik vind de geur niet echt heel lekker. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel fijn aanvoelen. Ik vind het ook heel leuk dat het zo glitterig is. Oké, dit voelt op zich wel gewoon top aan. I like it. Je moet alleen niet te veel aanbrengen. Ik heb echt te veel aangebracht. Het is ook best wel dun. Het is niet echt een lipbalm. Het is echt een lipcreme. En dat kleine kwastje krijg je dus hierbij als je dit lipproduct bestelt. Oké, dit voelt echt top aan tot nu toe. En dat het zo glitterig is, vind ik een leuk extra effect. Dus deze vind ik voor nu heel fijn. Dan ga ik nu beginnen aan de ogen. Deze set heeft 3 verschillende liquid eyeshadows. Dit is de SheGlam Valentine's Collectie Modern Love Shake Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Set. Dit is dus een trio set en het is echt alleen maar te koop als set. Dus deze alle 3. Ze zijn niet los te koop. Dus je moet ze echt alle 3 bestellen. Slechts 7 euro is niet echt heel veel. Ze zijn ook best wel klein en schattig. Ik ben benieuwd naar de kleuren. Oké, ik heb ze alle 3 geswatcht op mijn hand. Het zijn 2 glitterkleuren en 1 matte. De witte glitterkleur heet Shine. De matte kleur heet Be You. En de tweede glitterige kleur heet Wink. Ik moet zeggen dat ze best wel waterig aanvoelen. Iets te waterig naar mijn smaak. Deze witte glitter valt ook niet echt op. Heeft niet heel veel pigment. Dat zie ik meer als een glittertopper of zo. Ik vind het wel heel leuk dat er ook 1 matte kleur bij zit. Had ik niet verwacht. Qua kleurencombinatie denk ik dat je hier echt wel een leuke look mee kunt maken. Maar ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe dit gaat aanbrengen. Vooral omdat het dus zo waterig is. Oké, laten we het gewoon gaan doen. Laten we inzoomen op de ogen. Ik heb vanmiddag een afspraak. Het is nou 11 uur in de ochtend. En vanmiddag heb ik dus een afspraak. Dus ik hoop dat deze
deze look gewoon goed gaat zijn. Ik weet niet waarom ik altijd van dit soort risico's neem als ik iets ga doen, maar whatever. Ik ga gewoon beginnen met de matte kleur Be You. Ik heb al geprimed met concealer en poeder en alles. Ik denk dat ik die gewoon een beetje over mijn hele ooglid ga aanbrengen en dan ga uitblenden in mijn arcadehoog. Ik heb ze ook geschud, want omdat ze zo waterig zijn, leek mij dat wel handig. Oké, het is niet heel gepigmenteerd. Ik ben daar op zich wel blij mee, voor het geval het niet goed aanbrengt. Oké, en dan ga ik het gewoon een beetje zo uitblenden in mijn arcadehoog. Het is zo waterig, het blendt gewoon een beetje weg, zeg maar, of zo. Oké, dit ging op zich beter dan dat ik had verwacht. Ik moet wel zeggen dat je wel echt kunt voelen dat de kwaliteit niet echt het beste is. Maar ja, whatever. Jongens, ik ben echt een beetje aan het struggelen hier. Omdat het zo waterig is, blendt het eigenlijk gewoon helemaal weg. En wil het niet gewoon goed vast blijven zitten. Wat een gezeik. Het wordt ook een beetje zwartachtig of zo. Ik weet het niet, jongens. Ik denk dat dit hem echt niet wordt. Het droogt uiteindelijk na een uur wel gewoon mat op. En ik ga er gewoon overheen met mijn kwast om het wat sneller droog te krijgen. Maar nee, het is niet echt mijn fave. Godzijdank heeft het niet heel veel pigment. Anders was het me echt opgevallen dat het slecht is. Oké, dit is echt helemaal niks. Ik wil de kleur toch alsnog ook gaan aanbrengen op de onderste wimperrand om de look echt helemaal af te maken. Ik pak gewoon zo een beetje hiervan af met mijn kwast. En dan breng ik het ook zo hieronder aan. Ik hoop dat de glanzende kleuren het een beetje gaan redden. Ik ga nu in met de kleur Wink. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Ook weer super waterig. Oké, die blijft al iets beter zitten. Dat merk ik echt gelijk. Deze kleur is ook best wel heftig. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ja, deze is echt een stuk beter. Een stuk beter dan die matte kleur. Godzijdank. Ik moet wel zeggen dat deze glanzende kleur wel echt heel snel weer opdroogt. Dus je moet echt snel werken, snel uitblenden. Maar ik vind het wel echt prachtig. Kijk hoe mooi dit is. Wow, na die matte kleur had ik echt iets van, nou, deze set wordt echt helemaal niks. Maar deze glanzende kleur is echt amazing. Het is ook wel wat moeilijker om zo'n matte kleur te creëren. Ik denk dat ze dat gewoon beter gewoon hadden kunnen overslaan. En gewoon drie glanzende kleuren hadden moeten maken. En dan met wat nog een beetje op die kwast zit, breng ik ook een klein beetje van die glanzende kleur aan op de onderste wimperrand. Maar dit vind ik echt heel mooi. Ook het feit dat het zo snel en mooi opdroogt. I love it. En dan ga ik in met de laatste kleur, de witte kleur. En die wil ik gewoon een klein beetje hier zo aanbrengen in de binnenste ooghoek. Want deze kleur heeft niet heel veel pigment. Het is gewoon vooral een glitter. Dus die breng ik zo hier aan. Deze is ook weer heel mooi. Ja, het zou echt perfect zijn geweest als ze gewoon drie van dit soort glitters hadden gedaan. Nou, dit is dan hoe het er nou uitziet. Heel erg mooi. Twee van de drie vind ik dus fijn. Die matte kleur vind ik echt vreselijk. Dus als je de set zou halen, zou ik adviseren om gewoon in te gaan met een normale matte poeder. En dan die glanzende glitterkleuren aan te brengen. Want die zijn wel echt heel mooi, vind ik. Allebei. Next up is de eyeliner. Dit is de She Glam Valentine's Collectie Modern Love Heartcatcher 2-in-1 Stemple Eyeliner. Dit is dus een eyeliner pen met aan de ene kant de pen en aan de andere kant een hartje stempel. Super duper cute gedaan. Dit is de pen. Ik moet zeggen dat hij er niet heel veelbelovend uitziet. Hij is een beetje aan de dikke kant. En dit is dan het hartje. En dan kun je gewoon overal een hartje plaatsen waar jij zou willen. Ik ga eerst gewoon beginnen met een wing aan te brengen met de pen. Ik moet zeggen, hij is wel echt heel zwart. Er komt heel veel pigment van af. Dat is top. Oké, ondanks dat ik de formule echt heel fijn vind, hij is echt super zwart en wordt ook echt heel mat, vind ik gewoon de pen echt niet fijn. Hij is te kort en veel te dik. Je kunt helemaal niet een hele dunne lijn maken. Het is nou echt best wel dik geworden, terwijl ik dat niet per se wilde. Dus ja, dat vind ik gewoon echt niet fijn. Ik ga ook de stempel aanbrengen. Ik ga gewoon zo hier één hartje doen. Ik ga het eerst op mijn hand doen. Kijk hoe cute! Het is gewoon echt een mooi hartje. Ik ga hier een hartje doen. Wauw, het is wel echt een perfect hartje. Dit is echt heel mooi. Ik ga het ook hier doen. Het hartje is echt geweldig. Ik heb vaker van dit soort stempelpennen gebruikt. Met ook een hartje of iets anders. En wat er vaak gebeurt is dat ook het rondje eromheen aanbrengt. Dan heb je het hartje en dan zo'n zwarte rand eromheen. Dat is echt super lelijk. En dat is hier niet. Dus 10 punten voor de stempel. Maar like 5 punten voor de pen. Ik vind die echt niet fijn. Zo jammer. Als die top was geweest, dan had ik hem echt zeker aangeraden. Nou, dit was het dan eigenlijk voor de ogen. Ik vind het echt zo cute. Ik ga het even afmaken. Mascara, nep, wimpers, etc. En dan ga ik
gaan we beginnen aan de blush en de lippen. Daar ben ik weer. De nep wimpers die ik op heb zijn TL4 Faux Me Lashes van Tati Lashes. Deze look is uiteindelijk echt best wel mooi geworden. Deze wimpers verbergen ook veel van die slechte matte liquid eyeshadow. Nou gaan we beginnen aan de cheek en lip sticks. Dit is de She Glam Valentine's Collectie Modern Love Heartbeat Lip and Cheek Blush Tint. Dit is dus een cream stick die te gebruiken is als cream blush of als lipbalmpje. Je hebt hem in 3 kleuren. In de set heb je ze dus alle 3. Maar ze zijn ook gewoon los individueel te koop. Ik wou maar dat die oogschaduwen ook gewoon individueel te koop waren. Je hebt dus 3 kleuren. Ik ga ze even bekijken. Oh, het heeft zo'n lipgloss applicator. Oké. Dit zijn dan de 3 kleuren. Beetje roze en oranje-achtige kleuren. Ik vind ze echt ideaal als blush. Maar voor de lippen weet ik niet. Ik had niet verwacht dat ze zo liquid zouden zijn. Ik had echt meer een cream verwacht. Maar ja, laten we het gewoon proberen. Ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien. Ik heb vooral cream producten gebruikt en ik heb geen poeder aangebracht op de wangen. Want ik was bang dat het dan niet zou gaan werken met deze blushes. Oké, ik denk dat ik inga met deze beetje roze kleur voor de wangen. Ik ga het gewoon echt zo direct zo aanbrengen. En dan zien wat er gebeurt. Ik hoop niet dat dit te veel gaat zijn. En je kunt het gewoon uitblenden met je vingers. Maar ik gebruik gewoon altijd zo'n kwast. Oeh, mooie kleur. Beetje licht roze-achtig. Het blendt ook op zich gewoon wel gewoon goed uit. Oh, I love it jongens. Het laat ook zo'n hele mooie glans achter. Oké, ik had niet verwacht dat ik het zo mooi zou gaan vinden. Ik ga stuk om mezelf. Het heeft ook echt best wel wat pigment. Je hoeft helemaal niet veel aan te brengen. Dit is echt gewoon genoeg. Oké, dit had ik niet verwacht, maar ik vind het heel mooi. Nou ga ik een andere kleur gebruiken voor de lippen. Ik denk de iets meer nude kleur voor de lippen. Die heet Hug Me. De kleur die ik nou voor mijn wangen heb gebruikt heet Calm Me. En de meer fel oranje kleur heet Kiss Me. Dan gaan we nou voor de kleur Hug Me even deze lipbalmpje eraf halen. Ik moet zeggen dat hij er nog echt goed op zit. En het is zo mooi glitterig. I love it. Echt een fijn product. Ik ga in met de kleur Hug Me. Dat is de meer nude kleur. Ja, heel mooi. Die kleur zou ook echt prachtig zijn op de wangen. Maar ik wilde per se 2 verschillende kleuren gebruiken. Ik denk dat ik die kleur ook gewoon alsnog een beetje ga aanbrengen op de wangen. Deze is iets donkerder zoals je kunt zien. Gewoon om te matchen met lippen. Oh my gosh, ik heb echt een beetje te veel aangebracht. Oké, whatever. Je hoeft ook niet heel snel te werken, want ze worden niet heel snel droog, zeg maar. Dat is wel fijn, dan hoef je niet helemaal zo gehaast te zijn. Oh, die kleur is ook echt heel mooi. Wat is dit een fijn product. Ik heb wel echt te veel aangebracht. Ik ga een beetje eroverheen met mijn beauty blender. Op de lippen is het nou ook helemaal opgedroogd. Het voelt een beetje als een soort van slagroomachtig iets aan, maar het droogt wel gewoon helemaal mat op. Jongens, ik ben echt een fan hiervan. I like it. Heel erg mooi dit. Het was ook geweldig geweest als ze dit hadden als highlighter. Maar ja, dat hebben ze niet. Ik denk dat de kleur Kiss Me iets te heftig zou zijn voor mijn huidskleur. Zo fel oranje. Maar die 2 andere kleuren zijn allebei echt heel erg mooi. I like it. En dat was het dan jongens. Dit was de hele collectie. Wat vinden we van de make-up look? Ik heb echt te veel blush op, I know. Maar ik moet zeggen, ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Het is allemaal zo ontzettend goedkoop. En dat het dan nog zo goed uitziet, is echt wowie. De winnaars van vandaag zijn echt deze blush en lipsticks. Echt amazing. Vooral die 2 kleuren die ik heb gebruikt. Deze eyeliner. Ik vind het hartje mooi. Maar de pen, ja, die vind ik gewoon echt niet fijn. En dat is wel vooral waar het om zou moeten gaan. Dus deze raad ik niet aan. Deze lip cream vind ik ook echt heel erg fijn. Heel mooi glitterig. I love it. Ik heb lipstick op mijn tand. Ja, en deze liquid oogschaduwen. Als je van de glitters houdt, dan raad ik het zeker aan. Maar als je het pakt voor die matte kleur, nee, dan niet. Al met al raad ik de collectie zeker aan. Echt fijne producten. Echt, jongens, deze blush en lipsticks. Ook op de lippen. Het is nou echt helemaal zo mat opgedroogd. En het voelt super fijn aan. Ik vind het echt geweldig. I love it gewoon. Ik ben weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat je ervan vond. Van de collectie, de producten, deze look. En ik zet alles wat ik vandaag heb gebruikt beneden in de beschrijving. Dus mocht je het willen, je kunt het gewoon bestellen. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die heb ik omdat ik qua kleding met hun samenwerk. Maar op deze collectie kun je hem ook gewoon gebruiken. Maar ik heb de collectie niet ontvangen in PR of zo. Ik heb er gewoon echt voor betaald. Maar alle informatie staat dus beneden in de beschrijving. Ik ben zo blij dat ik er goed uitzie. En straks niet verscheurd naar mijn afspraak moet. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!